Oké, welkom bij het VP-examen. In deze video ga ik jullie het eerste onderdeel van het VP-examen laten zien, namelijk het parcours. Zoals je ziet zitten we hier in Rotterdam. Hier op het haventerrein, hier waar ik nu sta, dat is de startpositie van dit parcours. De examenkandidaat moet zorgen dat hij met want de achterkant tegen deze pionnetjes aanstaat, die nu omver liggen, maar allemaal rechtop staan. Dus zometeen gaan we rijden het parcours. De kandidaat krijgt 3 mogelijkheden om dit te behalen. De behalen tijd die moet worden behaald is 1 minuut 46. Dus zodra de kandidaat klaar is, dan gaan we starten. Die starten zei ik dan gewoon de stopwatch en ja, begin je met het opnemen van de tijd. Ik zal hem zelf niet perfect gaan rijden, zodat niemand kan afkijken of hoe het gedaan moet worden. Het komt gewoon neer op gewoon veel oefenen en niet alleen de parcours oefenen, maar ook de rest. Nou, hier bij de eerste bocht moet je zorgen dat je niet de rails raakt. Je mag niks raken, want anders ben je al gelijk af, dus is je examen al gelijk ongeldig verklaard. Gaan we hier de garage in, om de paal heen. Rijden we hier omhoog. Zorg dat je met de achterkant deze paal bent gepasseerd. Dan rij je achteruit. Dan maak je een 180. En de instructeur staat dan hier om te kijken of je dat goed hebt gedaan, ja of nee. Dan gaan we hier rechts eruit. Gaan we hier omhoog. Waarvoor je moet zorgen is dat je niet hier in een slip raakt of over die bult heen vliegt, want daar ben je ook al meteen gezakt. Maar dan komen we hier de bocht uit. Zorg dat je niet over deze gele lijn in gaat. Daar ben je ook gezakt. Dan komen we hier. Zorg dat we aan deze kant van deze paal blijven in de volgende bocht. Gaan we hier daarin. Gaan we hier links. Meteen rechts. Ja, en zorg er ook voor dat je natuurlijk zo min mogelijk wheelslipt hebt. Of dat de rook van je banden afkomen. Het is wel realistisch blijven natuurlijk. Alweer rechtdoor. En dan zodra je hier het hek doorheen bent gegaan, stop je tijd. Nogmaals, de behaalde tijd die moet worden behaald is 1 minuut 46. Maar zoals ik al zei, is dit onderdeel 1 van de 3. De andere 2 onderdelen zijn achtervolging. Dus dan moet je de instructeur achtervolgen in een auto. Het derde onderdeel is na het incident rijden. Dus wat er dan gedaan wordt, wordt ergens hier op de map een incident gecreëerd. Bijvoorbeeld hierboven. En dan komt de examinator langs je zitten en die gaat jou dan aanwijzing geven hoe je bij dat incident moet komen. Je hebt zelf geen GPS zoals dit. Dat heb jij niet. Als je eenmaal daar bent aangekomen, dan moet je je auto neerzetten hoe je dat zou doen bij een incident. En dan zal de examinator jou vragen waarom je dit hebt gedaan en of dit goed of fout was. Nou, indien je al deze onderdelen hebt behaald bij VPO-hard, dan heb je dus VP-examen gehaald. Veel succes!